Lezen, schrijven, praten. Het heeft allemaal met taal te maken en eigenlijk leert iedereen hier van kind af aan automatisch mee om te gaan. Bij het Max Planck Instituut in Nijmegen doet men wetenschappelijk onderzoek naar hoe taal in het menselijk brein tot stand komt. Zaterdag was er een open dag en werd de opgedane kennis met de bezoekers gedeeld. Wij delen dat met bezoekers door heel veel kleine opstellingjes gemaakt te hebben vanuit alle verschillende afdelingen die hier zijn. We hebben een afdeling die met genetica bezig is, we hebben een afdeling die met kinderontwikkeling bezig is van taal. En iedere afdeling op zichzelf heeft leuke kleine proefjes en testjes gemaakt waarmee mensen op een speelse manier in aanraking komen met wat wetenschappelijk onderzoek eigenlijk is. En dan gelieerd aan het taalonderzoek wat wij doen. De open dag is een belangrijk moment voor het instituut, omdat ze de resultaten van hun onderzoekswerk graag met het publiek willen delen. Ja, wij vinden dat wezenlijk belangrijk om te delen. A, omdat we trots zijn op wat we doen. Maar ook omdat wij vinden dat wij iets terug te geven hebben aan de maatschappij. Wetenschap wordt gefund door maatschappelijk geld. En we willen graag teruggeven aan de maatschappij wat wij daarmee doen en wat dat zeg maar oplevert. Een van de locaties die deze dag is opengesteld is het VR Lab. Deze ruimte is ingericht om onderzoek te kunnen doen door de werkelijkheid hierna te bootsen. Wat misschien een leuk onderzoek is voor jou om even uit te proberen is rijden in een auto en tegelijkertijd praten. En met dat taakje erbij wordt gemeten wat dat doet met je hersencapaciteit. Hier, gedurende deze demo ga je spreken terwijl je een auto bestuurt. Tijdens het lezen van deze instructies kan je steeds op de blauwe knop op het stuur drukken om door te gaan naar de volgende pagina. Oh nee, kijk, dit is de reden dat ik ben gezakt. Oké. Waar zie ik dadelijk die, hoe heet dat? Komt zo op het scherm, de taalopdracht. Oké. Ja. Dus als het in een moeilijkere omgeving is, en moeilijker te rijden, dan gebruik je andere zinnen dan in een makkelijkere omgeving. En die connectie proberen we hier te meten. Oké. Op een andere locatie wordt de afdeling Language and Development gepresenteerd. Hier is het de vraag hoe het mogelijk is dat een pasgeboren kind, een dreumes of een kleuter, ogenschijnlijk uit zichzelf taal aanleert. Hier kunnen kinderen via de mond naar binnen en dan spelen ze spelletjes die te maken hebben met mondmotoriek, waarin ze leren hoe praten werkt eigenlijk. Dan gaan ze via een tent waarin ze spelletjes spelen over de hersenen, terug naar spelletjes die te maken hebben met luisteren en horen. En dan komen ze weer uit via het oor. En in de tussentijd hebben ze allerlei dingen geleerd over hoe praten werkt. Heb je deze open dag nou gemist? Dan komen er gelukkig nog herkansingen aan. Ja, het is onze ambitie om dit vanaf nu iedere 2 jaar te gaan doen. Dus mensen kunnen, als ze goed op de social media op blijven letten en op alle andere kanalen die we benutten, een nieuwe uitnodiging tegemoet zien over 2 jaar.